De voorzitter van DEA 91, Angelique del Castillo, hoeft er vooral heel veel zaken te horen. Dat positief is, zaken te horen over de veiligheid, over het onderwijs, over volksgezondheid en nog een aantal andere belangrijke zaken bij de jaarreden, waar ook dan de cijfers gepresenteerd zullen worden van de begrotingen. TBN, Prime Alert, die sprak er hierover met de DEA 91 voorzitter. We hadden begrepen aan het begin dat na 2 jaar we eigenlijk de zon al zouden zien gloren in het oosten. Maar dat is dus niet gebeurd. Integendeel hebben veel mensen het heel, heel erg moeilijk. Belangrijk nog, ik zei net de derde jaarrede, is dat wanneer we uitkijken naar de verkiezingen, dan moeten we dringend een kiesstelselaanpassing geschieden. We weten de uitspraak van het Constitutioneel Hof en de repercussies daarvan. Dus een van de belangrijke dingen die ik hoop in de jaarrede te horen, is de streefdatum van de regering om het volk zekerheid te presenteren wat onze democratie betreft. Welke datum precies wil de president zeggen dat ons kiesstelsel, dat we in staat zullen zijn te kunnen kijken naar hoe we de volgende keer de stem gaan uitbrengen, zodat burgers zich kunnen voorbereiden en politieke partijen. En ik zeg dit omdat het aan de basis is van de verdere ontwikkeling van onze samenleving. Maar daarnaast natuurlijk naar de dagelijkse dingen kijken, dan kijk je naar ons herstelplan. De vraag is, we hebben gehoord dat de president in het buitenland overleg heeft gepleegd met het IMF, waarbij we uit de woorden van het IMF begrijpen dat het IMF stelt dat Suriname weer op koers moet komen. Dat wil zeggen, het IMF constateert dat Suriname niet meer op koers zit. Voor veel burgers zal het geen verrassing zijn, want het lijkt vaak alsof er geen leiding is in het land, alsof we niet precies weten waar we mee bezig zijn. Maar terugkijkend naar het herstelplan, wat ons steeds zeggen is een homegrown herstelplan, zelf in elkaar gezet. Nu zegt de president dat het IMF daar aanpassingen in zal plegen. Dus dan bekruipt ons het gevoel dat het IMF het homegrown herstelplan gaat aanpassen, omdat dat als voorwaarde geldt om ondersteuning te geven dat Suriname weer op spoor komt. Dan vraag je tegelijkertijd af, kan de president ons in de jaarrede aangeven in hoeverre de ontwikkelingen vandaag de dag in lijn zijn met ons meerjaren ontwikkelingsplan? We hebben ook het meerjaren ontwikkelingsplan gepresenteerd gehad met mijlpalen in de verschillende jaren qua groei, economische groei, ontwikkeling, gezondheidszorg. Hoe ver zijn we? Zijn we op ontrek? Zijn we daar wel op spoor? Dat zijn zaken die ik van de president wil horen, zodat de samenleving, wij als samenleving, realistisch kunnen kijken waar staan we. Dat de president ons een eerlijk vertrekpunt 1 oktober 2022 geeft richting 2023. En realistische voorspellingen, realistische vooruitzichten. We willen geen verhalen horen van gouden toekomst en licht in de tunnel. We hebben er genoeg van. We willen concrete zaken horen. Want gaat het buitenlands beleid van ons efficiënter worden? Dat betekent dat wanneer er reizen worden ondernomen die ze daadwerkelijk noodzakelijk zijn, en het echt met het minimaal aantal personen die nodig zijn om zaken daar te bewerkstelligen. Gaan we verantwoording krijgen over wat bereikt is? Ik heb het vaker gezegd. We hebben reizen gezien naar Dubai, et cetera, met een hele grote delegaties. We hebben nooit gehoord wat uiteindelijk eruit gerold is, wat ieder van die mensen hun taak was binnen de groep. Dat moet eindigen. Gaat de president ons aangeven dat daar een eind aan komt? Gaat de president ons aangeven wanneer de wet openbaarheid van bestuur behandeld wordt? Hoeveel financiën zal hij reserveren voor daadwerkelijke corruptiebestrijding? Voor de uitrusting van het justitieel apparaat om daar heel goed aan te doen? Dan kijk ik ook naar onze politiekorps, dat hun kantoren waar ze werken leefbaar en werkbaar gemaakt worden. Werkende computers waarmee een netwerk is waarmee ze alle data van elkaar kunnen volgen en ze ook veel beter zaken kunnen onderzoeken. Gaat de president ons ook vertellen over de gezondheidszorg? Een dagelijkse klacht heden ten dagen van mensen. Basokaarten is een probleem. Medicatie vinden is een probleem. Ik hoor pas dat shunts van patiënten niet meer gedekt worden met het SZF. Met alle problemen van dien, want het zou 500 tot 600 euro per stuk kosten als iemand dat nodig heeft.
Wat zijn de antwoorden van de president daarop? Gaat hij de prioriteiten in de begroting zodanig stellen dat er veel meer in ons onderwijs geïnvesteerd wordt? Dat we investeren in internetbeschikbaarheid en bereikbaarheid? Want het internet wordt dagelijks duurder. Elke keer als de koers omhoog gaat, gaan ook de kosten voor internet omhoog. En het gaat langzaam maar zeker verdwijnt het uit de capaciteit van vele burgers hun portemonnee. En dat betekent dus ook onderwijsmogelijkheden voor hun kinderen. En vooral wanneer we denken aan onze jongeren in het binnenland, ver buiten de stadsgrenzen, die ook aanspraak maken op hetzelfde soort onderwijs, op hetzelfde moment. Die aanspraak kunnen ze gelden wanneer we, noem het maar, een internet highway aanleggen. Die door het hele land trekt. Gaat de prioriteit daar zijn? Gaat de president ons daarover vertellen? Wanneer we praten over onze financieel-economische situatie, dan hebben we een koers waar niemand meer weet welke richting het koers, zo je dan altijd omhoog gaat. En eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat een koers, in tegenstelling tot wat de vicepresident enige dagen terug ons wilde doen geloven, niet bij wet wordt vastgesteld. Een koers wordt niet door intimidatie omlaag gebracht. Een koers is het product, een wisselkoers van vraag en aanbod, van het spel op die markt. Dat betekent dat we meer moeten verdienen als land. Wanneer we kijken naar de data op de website van het ministerie van Financiën, al meer dan 2 jaar terug, ze weten precies wat nodig is. Er is geschreven dat er geïnvesteerd moet worden in de productie. Hoeveel is geïnvesteerd in de productie? Laat de president ons dat aangeven bij het aanbieden van deze begroting en ons aanwijzen in welke sectoren er vervolgens geïnvesteerd gaat worden en welke output verwacht wordt. Wat wordt er gedaan voor, hoe noem je dat, exportfacilitering? Er is een platform opgericht vandaag met de CARICOM, maar wat wordt er actief en effectief gedaan zodat elke producent in staat is die drempels te nemen. Want er zijn drempels. Je kan niet gewoon zo'n manja plukken en hem gaan exporteren. Er zijn een aantal zaken die je moet doen. En wat zijn de stappen die de president ons kan voorhouden? En hoeveel geld wordt erbij gevoegd? Want ik kan u zeggen, er is in de gezondheidszorg zijn er ook consultants uit het buitenland gehaald om hier te helpen met de gezondheidszorg op het niveau te trekken. Maar wanneer je nagaat hoeveel geld er beschikbaar is gesteld, dan is die consultant wel hier, maar de faciliteiten die hij nodig heeft om het werk te doen, kunnen die gefinancierd worden. En het kan nooit de bedoeling zijn dat mensen uit eigen zak hier moeten financieren om zaken gaande te houden, om lopende te houden. Dus de president moet heel duidelijk zijn ten aanzien van ook de grenskwesties. Hoe gaat de grenskwestie worden afgehandeld? Een buitenlands beleid van een land moet tot doel hebben het respect en de rechtvaardigheid ten opzichte en naar dat land in stand te houden. Respect af te dwingen, respect te geven, op gelijkwaardige basis met anderen om te gaan. En buitenlands beleid is op geen enkel moment een synoniem voor de voeten vegen worden van een andere. Alleen om vrede. Vrede heb je niet wanneer je voeten veeg bent van een ander. Want van binnen word je zeer onrustig. Vrede heb je pas wanneer je die gelijkwaardige positie respect afdwingt. En weet dat je elkaar als gelijkwaardige partners behandelt. Dat is pas ook echte vriendschap in feite. Dus de grenskwesties, vooral aan onze westgrens, in het zuiden, moet opgelost worden. Wat we noemen Tigri. Laten we horen van de president hoe hij dat gaat oplossen. Want de kwestie met de brug schept alleen precedenten. En dat zien we nu wanneer we praten over de visvergunningen, waar er zo hoog opgegeven wordt door ons buurland. Toch? Suriname is imago door het sleek gehaald. Wat gaat de president eraan doen om te zorgen dat Surinamers van de huidige generatie en de komende generaties precies en met zekerheid de contouren van hun land kunnen tekenen en kunnen zien overal in de wereld? We moeten niet wachten. Het moet nu gebeuren en het moet een prioriteit zijn. Daarnaast, denk ik, willen we ook van de president horen hoe hij kijkt naar de aanpak van het armoedevraagstuk. Armoedevraagstuk los je niet op met pakketten verdelen. Ik hoop niet dat de president ons gaat vertellen dat hij meer geld heeft uitgetrokken om pakketten te verdelen. Maar dat hij ons gaat vertellen welke programma's gedraaid gaan worden om kinderen te stimuleren hun best te doen op school, in staat te stellen op school hun best te kunnen doen, dat ze goede voeding hebben
en ouders te stimuleren om een baan ergens te vinden. Dat is wat wij naar uitkeken. Dat hij die hengels gaat uitdelen en niet die pakketten. Dat willen we van hem horen. Hoeveel hengels hij heeft en hoeveel geld hij daarvoor uittrekt. En hoe transparant het is. Want ik had het eerder over de wet openbaarheid van bestuur. Die wet is ontzettend belangrijk voor ons om te zien. Maar wanneer we vandaag de dag zien dat een ouder bijna 2000 SRD per kind zal moeten hebben deze maand om het kind naar school te kunnen sturen met één uniform, de school, de materiaalkosten te betalen, schoolspullen aan te schaffen, een schooltas te kopen, 2000 SRD per kind. Gaat u na, wat is het gemiddeld loon van onze mensen? Hoe gaan ze dat betalen? Moeten ze allemaal zich weer in schulden zetten? Hoe gaan ze sparen? Toch? Dus ik wil horen van de president hoe hij dit denkt op te lossen. En wanneer ik lees, ja, we gaan, ik dacht, 20.000 schooltassen verdelen. Dat las ik op de website van Financiën. Ik weet niet of dat echt gebeurd is. Maar 20.000 is hoeveel procent van de nood? Dat is wat ik wil horen. Ik wil duidelijke percentages van de president, van metingen, hoe groot de nood is in het land. En op welke manier en binnen welk tijdsbestek die nood gelenigd gaat worden. Op een duurzame wijze. En dat is geen pakkettenmanier. Dus, laat me kort samenvatten. Belangrijk voor ons, we willen horen over de veiligheid. Dat is ontzettend belangrijk voor burgers. Ik had het al over de politie. De uitrusting van alle diensten die moeten zorgen voor veiligheid in buurten, in omgevingen. Weet je, we horen tegenwoordig zo vaak, mensen worden op straat doodgestoken. Bijna elke dag iemand wordt doodgestoken, tas wordt getrokken. Gezinnen, zo verschrikkelijk, hele gezinnen worden aangevallen. Wat gaat de president doen aan veiligheid? En ik wil geen verhaal horen dat de statistieken anders zijn dan de gevoelens. De realiteit is daar. En de diensten moeten worden uitgerust. Daar moet de prioriteit zitten. Gezondheidssector. De waardering van onze verpleegsters. We willen geen loze beloftes horen van de minister van Volksgezondheid. Over Filipijnse verpleegsters, et cetera. Onze eigen verpleegsters. Ons eigen zorgpersoneel. Hoe gaan we voor hun zorgen? Wat zijn de voorzieningen daar getroffen? Maar ook de uitrusting van hospitalen. Er zijn hospitalen waarbij de kinderafdeling geen gordijnen heeft. Toch? De hele omgeving ziet er zo verschrikkelijk uit. Plank, mensen zijn bang op bepaalde planken te lopen, want ze zijn bang dat ze naar beneden gaan vallen. Ik bedoel, dat kan absoluut niet. Daarnaast ons onderwijs, heb ik al over gesproken, de armoedebestrijding en de productie. We willen exact weten in welke sectoren wat gaat geïnvesteerd worden en wat moet de uitkomst daarvan zijn. En hoe komen mensen in aanmerking? Wel, dat allemaal transparant gaat zijn. Toch, we zien vaak oproepen, ja, fonds dit, fonds dat, maar niemand weet hoe verder. Je moet ergens iets invullen en het gaat allemaal buiten het gezichtsveld van de totale samenleving. Er moet bovendien ook meer voorlichting komen. Voor de gezondheid. Onder andere ten aanzien van diabetes. Het is een verschrikkelijke ziekte in ons land. Heel veel mensen krijgen het. We praten er niet zoveel over. Vanwege COVID is een heleboel op de achtergrond geraakt. Maar diabetes is een ontzettende grote kwaal voor de Surinamers. Daar moet preventief tegen opgetreden worden. De regering kan er zelf wat aan verdienen. Toch? Door extra belasting te heffen op suikerhoudende dranken die boven een bepaald niveau zijn. Dat soort maatregelen willen we van de president horen. Naar de multinationals, de windfall tax. Toch? Dat wanneer de prijzen van de grondstoffen stijgen en de mensen dus extra winsten boeken daarbovenop, dat richting de staat een deel komt. Dat zijn zaken die we willen horen. En dat zijn duurzame gestructureerde zaken. En tot slot natuurlijk de uitvoering van een nationaal integriteitsplan. Waarin moraal en morele waarden en principes voor een gezonde en goede samenleving nationaal worden uitgedragen, gepropageerd en worden, hoe noem je dat? In het Engels zouden ze zeggen instilled, maar in de mensen worden gebracht. Dat de mensen daarmee kunnen, vereenvoudigen, ja, zich kunnen vereenzelvigen. En waar iedereen aan meedoet. Toch? Het is net iets, kijk, de president heeft net een verbroederingsbijeenkomst gehouden. Nu, dit zijn initiatieven die iedereen kan dragen. Die je op alle niveaus kan uitdragen. Iedereen heeft een rol daarin te vervullen. Dus, de president, hoop ik dat hij uitspraken doet die ons duiden op bezuiniging van het regeringsbeleid. Minder dienstauto's, minder adviseurs. Geen panden aanhuren en aankopen om mensen te huisvesten. En
afschaffing van al die regels. Ik heb nog steeds niet gehoord dat die regeling is afgeschaft, dat ze hun auto mogen meenemen na aftreden tegen een habbekrats. Ik heb niet gehoord dat de regel is afgekondigd tegen dubbele salarissen. Dat willen we horen. Dat zijn de dingen die we willen horen. We willen horen dat die scalians per direct worden afgebouwd. Dat die verhoging van exportkosten op rondhout direct worden opgevoerd. En dat er een datum is voor een afschaffing van rondhoutexport. Men moet tonen politieke wil en daar gewoon een datum voor noemen waarnaar gewerkt moet worden. Andere landen in de wereld hebben het gedaan. Waarom zouden wij het niet kunnen doen? Wij kunnen dat ook. Dus we moeten gaan naar beleid. Daadwerkelijk beleid. Want wat we nu zien, is dat in feite de regering elke keer dingen doet. En we horen het ook als we naar ze luisteren. Dan lijkt het, als we luisteren naar de vicepresident, naar de voorzitter van PL, de voorzitter van NPS, de voorzitter van VHP, die ook president is, dat ze maatregelen vaak afkondigen die meer weg hebben van verkiezingscampagnes, propaganda die past in de verkiezingscampagne, dan van beleid. Beleid betekent dat je baas, dat je een keer een steen bijlegt, en dat dat als fundament dient voor het verheffen van je samenleving. Het is niet iets voor even maar of voor een kleine groep. Het is iets waar die totale samenleving voor de rest van ons leven op kan rusten. En dat ruimte biedt voor een volgende steen. Dat je elke keer kan doorbouwen. Als het nou jouw regering is de volgende keer of niet. Maar dat wat jij hebt gelegd zo'n solide basis is. Dat die anderen gewoon door kunnen bouwen daarop. En niet dat we elke keer opnieuw moeten beginnen. Dus de regering moet beleid gaan maken. Dat betekent ze moeten nadenken. Ze moeten vooruitkijken. Ze moeten plannen en ze moeten deskundigheid inzetten. En ze moeten de partijpolitieke grenzen verlaten wanneer ze in die regeringsstoel zitten.